In taal en communicatie gaan we eigenlijk zowel in de theorieles veel focussen op taal. En in de communicatievakken of de PR-vakken focussen we ons eigenlijk op de praktijk. Dus we gaan projecten uitwerken, we gaan de leerlingen leren hoe ze moeten presenteren, hoe ze een event op poten zetten bijvoorbeeld. Dus veel meer de praktische kant van taal en communicatie benaderen we in PR-vakken. En ze krijgen natuurlijk veel taalvakken, dus Nederlands, Frans, Engels en Duits. In het derde jaar bestaat een lesrooster uit 13 uur taal in totaal en in het vierde jaar zelfs 15 uur taal. Sociaal vaardig, een sterk taalgevoel, interesse voor media en nieuwsgierig naar andere culturen. Dat typeert de leerlingen die kiezen voor taal en communicatie. In de derde graad zal er ook een richting taal en communicatie beschikbaar zijn, die dan perfect aansluit op hetgeen wat ze in de tweede graad zullen doen.